breekverbod. Stulde van de dood. Geblesseerd. Kochten we. Geplaagde kunst. Bordijk. Teleurgestelde supporter. Ja, Paul. Ja, daar. Van alle mensen die ik nu heb laten zien, dat is een haakje. Een haakje. Waarover we het kunnen hebben. Ja. Ik wil met jou beginnen over het spreekverbod dat Bram Warburg opgelegd heeft gekregen. Ja, dat was een verrassend inderdaad. Ik hoorde dat ook net, ja. Kan jij in jouw woorden uitleggen hoe jij dat beleefd hebt? Nou, dan zou ik eerst de reden moeten weten waarom die spreekverbod heeft opgelegd gekregen. Nee, wat ik dan vernomen heb in de wandelgangen, dat hij zich schandalig heeft gedragen tijdens de teambespreking. Maar is dat vreemd? Dat is, ja, ik snap niet waarom hij dan nu ineens een spreekverbod krijgt en anders nooit. Waarom spreekt altijd, ja, gedraagt ze wel vaker schandaal. Het is een makelaar, dus ja, het zit in zijn genen. Dus onbetrouwbaar? Nou, zo wil ik hem niet noemen. Grote beer met een klein hartje. Ja, maar waarom was hij zo boos dan? Weet ik niet. Ik stond toen nog buiten. Ik stond in de basis. Dat was verrassend. Dus ik was gretig en ik ben lekker gaan warmlopen. Maar 0-1? Ja, 0-1. Balen. Ik ben er ziek van. Ja, ja. Fout van Jim Bloosberg, hoorde ik. Ik heb hem wel eens betere acties zien maken, ja. Zonder, ja, het was een beetje een scrimmage en hij, de bal, ja, die frommelde erin. Ik had nog gehoopt te kunnen vlak voor buitenspel, maar het zat er niet in. Voor hun beslissing in de wedstrijd, jouw manier. Ja. Dat je dit ook kunnen doen, maar niet gelukkig. Nee, ja, wat ik zeg. Vorige week kon het en deze week kon het helaas niet. Topfit? Nou, topfit, fit. Fit. Top is wat anders. Ik nog steeds wat kilootjes te zwaar. Maar ja, het kan. Het kan. Oh, ja, het kan. Ja, maar zo ik het over hebben. Jouw vrouw is niet mee. Dus nee. Jij vraagt jouw handen vrij om. Nee, toevallig heeft mijn vrouw vanavond zelf een feestje, dus ik ben vanavond ook gewoon huisvader. Sorry? Amersfoort connectie? Driebergen connectie. Ja, de roots, hè? Ze gaat back to the roots. Ja? Ja, leuk. Maak je dat altijd naartoe dan? Altijd. Ja, waarom? Ja, waarom? Dan gaan we gaan stemmen op dat jij wat meer een hufte. Je kent me hoor, hey. Ja, maar waarom ben je niet meer een hufte? Ik ben, ja, dat zit niet in me. Ik ben geen hufte. Nooit. Maar je bent alles wat een makelaar eigenlijk niet meer is qua gedrag. Ja, ze zeggen wel eens dat ik ook geen makelaar moet zijn, maar ja. Nee? Nee, ik ben erin gerold. En nu? Ja, joh. Keuzes maken, hè? Nou, het gaat weer lekker. Ja, keuzes maken. Nou, je weet, we hebben een aantal dingetjes bezig. Dus ik heb het naar mijn zin. Ik ben happy, dus daar gaat het om. En we hebben 60 minuutjes gemaakt. Heerlijk. Volgende week, tegen wie? Weet ik niet. Weet jij het? Nee, ja, ik weet het echt niet. Ik hoop in ieder geval volgende week een minuten te maken. Dus, dankjewel. Jo, graag gedaan. Hoe er achter die teksten uit, jongen? Je krijgt een schuld op zo'n bedrijf van de podcast. Nee. Nou ja, moet je Spaan vragen. Spaan die is de leider op dat moment. Nee, daar was ik zeker geen schuld aan. Nee, ik denk... nee, er was geen schuldig hier. Zo ongelukkig. Alles op de winst spelen. We hebben er eigenlijk eentje tekort. Jammer. Je moet niet de schuldig aanwijzen in zo'n wedstrijd, denk ik. Ja, sluit jij maar af van deze week? Wat ik afsluit vandaag? Sluit maar af. Wat heb je op je hart? Nou, weet je, in mijn dag kan niet stuk als VV Noordwijk van Quick Boys wint. 1-0. Ja? In de laatste minuut. Dit is echt gewoon een Duitse goal. Heerlijk. Ja. Ja. Jij hebt liever dat Noordwijk 1 wint dan het pensionaris team. Nou nee, dat zeg ik niet. Maar het is wel zo, als het dan zo is, dat het dan zoals het is, dan ben ik blij dat Noordwijk in ieder geval nog mijn dag een beetje goed gemaakt heeft. Dat was natuurlijk teleurgesteld. Dankjewel.